Maria, Maria, ik haal wat voor je. Wacht. Het is verschrikkelijk. Ze zit helemaal onder het bloed. Nee. Ja, oké, ik begrijp dat u niet kunt komen, maar... Goed, dokter. Goed, zal ik doen. Dank u. Mag ik misschien weten wat er aan de hand is? Maria, ik moet u verbinden. Hé, hey Molenaar, je vergeet de handschoenen. Het is een junk, hoor. Stil, ik ben bij je. Rustig. Alsjeblieft, doe eerst die discoze. Help me! Ja, kalm meisje. Komt goed. Stil maar. Het komt goed. Kom maar, ja, Oké, rustig. Weet jij ook gevoel? Nee, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Oh. Hè? Zo is het beter. Altijd wat bijzonders hier. Het gaat nooit gewoon gaan. Nou, die had een glaasje water voor je. Kom maar. Even voor mij een pilletje. Kom maar. Hier, neem ik. Dan ga je lekker slapen. Kom maar. Rustig. Hi. Hey, hallo. Koffie? Wat lief, dank je. De volgende twee kunnen gaan douchen. Regina, zou je iets voor mij willen doen? Ja, natuurlijk. Zeg het maar. Ik moet de directrice spreken. Het heeft haast. Zou je even willen bellen? Ik ga meteen. Zegt, Ja? Die Oerlemans, hè? Kun je die ergens oppakken? Oerlemans? Jazeker. Hij heeft een hele grote zwakke plek. Bijna beurs, zou ik zeggen. Oh ja, wat dan? Ah, Tony. Tony van de Arbeid. Waarmee die is getrouwd. God, wat was die Oerlemans verliefd, zeg. Nog trouwens. Of is het alweer een beetje afgezakt? Goh. Ik dacht dus eigenlijk dat hij op jong en blond viel, hè? Julia. Oerlemans? Op Julia? Nee, dat lijkt me stug. Jim, mijn gunstes. Ai, baya, mijn kind. Je ziet eruit. Wat is gebeurd? Huh? Wie heeft je te pakken gehad? Ze heeft zichzelf te pakken gehad. Heb je er niet horen krijzen? Jezus. Nou, Maria, trek je me niks voor snoes aan. Laat hem maar dazen. Die komt zichzelf nog wel een keer tegen, hoor. Zo is het. Jacqueline, het is geregeld. Je wordt om 10 uur gehaald. Fijn, dank je wel. Kom op, snoes. Anders kom je nog te laat voor de arbeid. Oerlemans, mag ik eventjes bellen? Snoes, verzin eens een echte smoes. Hm? Heb je nog niet genoeg gebeld? Nee. Nou, dan zal ik straks even kijken of ik nog een gaatje voor je kan vinden, hoor. Nou, schiet nou even op. Nee, deze is lief voor me. Hou op, snoes. Mooie meid, hè, Oerlemans? Dames, opschieten! God, dat je toch gedwongen wordt met zo'n junk samen te leven, hè? Neem me niet kwalijk, hoor, maar die Griet is wel echt gestoord als een deur. Weer te verdraagzaam. Echt hartelijk ook. Interesseert het je nou toch? Laat Maria met rust. Kindje. Het lijkt wel of een wilde katje heeft aangevallen. Het is het beste dat je even meegaat naar mijn kamer. Daar heb ik alles bij de hand. Krijg ik dan iets anders dan mee te doen? Ik kan het niet tegen. Ik heb het zo koud. We zullen wel zien. Hoewel. Enfin, laten we dit eerst nog maar eens even gaan verzorgen. Zeg, hou jij je nou alsjeblieft een beetje gedijst, alsjeblieft. Zo kom ik toch nooit aan mijn rust. Je weet dat ik na die verdomde late dienst nooit kan slapen. Ik heb de hele nacht nog geen oog dicht gedaan. Alsjeblieft, doe me een lol. Hou op met dat stomme geritsel. Ik heb er genoeg van. Ja, hoor, daar gaan ze weer.
Ik vind het niet lekker als we zo tekeer gaan. We worden gewoon doodzenuwachtig van. Verdomme, waarom kan het hier nou niet één keer gewoon gaan? Waarom moet mijn pa altijd op zijn nek zitten? Ja, jongen, dat is huwelijk. Ik vind dat niet leuk, maar het is overal, zo zeggen ze. Dus... Overal, wat bedoel je? Moet je de krant maar eens lezen. Hoe vaak een man zijn vrouw met een koekenpan de hersens inslaat. Even zonder dolle. Pimpie, we kunnen er toch niks aan doen. Nee, precies. Ja, dat maakt het juist zo beroerd. Nou, hou je nou maar rustig. Ben je slaaf niet? Alsof het niet erg genoeg is dat ik hier gedegradeerd ben tot hulp in de huishouding. Daarom hoef je me nog niet te koeieneren. Ach man, zei ik toch niet zo. Straks moet ik weer naar die zeikwijven. En als jij nou ook nog aan mijn kop ging te zeiken, dan red ik het niet hoor. Nou, je klinkt alsof je dringend toe bent aan omscholing. Reuze lollig zeg. Trip, nog eens wat. Zeg het eens. Wimpy. Het gaat helemaal niet goed met Wimpy. Hij is nooit thuis. Hij grauwt en snauwt tegen me. Doet hij tegen mij ook? Ja, tegen ons allebei. Wil je niet eens met hem praten? Ach, Nel, het is de leeftijd. Toen ik zo oud was, was ik net zo. Oh, nou, als jij het dan niet doet, dan doe ik het zelf wel. Maar ik dacht, man onder mekaar. Hou op, denk om je rug. Kom, Nel. Oh. Nee. Nee, ik ben helemaal niet in de stemming. Laat me met rust. Hey, Peren. Ja, je denkt ook niet dat ik hier gezellig een beetje ga zitten wachten tot ze naar beneden komen, hè? Ik ga ook pleiten. Hey, Barry. Hey, Knil. Ik dacht dat Alia Kop nog een keer naar school. Mijn ouders, mijn broer, als ze me zien. Nou, heb je meteen wat om uit te leggen. Want ik durf te wedden dat jij nog niks hebt verteld. Of wel soms. Ja. Ja. Meneer? Wat is dat? Ach, mijn moeder heeft weer de hele dag tegen me aan zitten zeiken. Ik word er niet goed van. Ja, dat is maar één oplossing voor je probleem, jongen. Waar dat iemand anders het voor me kon doen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Gewoon bij het begin. Zeg je, goedemorgen mam. Ik heb een mededeling. Ik ben anders geaard. Ik ben niet de aardje naar mijn vaartje, die van vrouwen houdt en van u, mam. Kijk, ik hou natuurlijk ook van u, maar ja, ik val niet op vrouwen. Ik tippel meer op de kerels. Ja, oké, leuk genoeg geweest nou. Jij kent mijn moeder niet. Nee, niet zijn behoefte aan ook. Nou, luister, in het begin is het zwaar kloten, ja? Verketteren ze je. En daarna gaan ze het enig vinden, geloof me nou. Nou goed, hou er verder maar over op. Ik weet het ook allemaal niet. Ik zie je wel. Goed, ik zet je hier eruit. Om de hoek is de school. Als ze nou vragen wie die leuke gozer was, die naast je zat, moet je maar zeggen dat ik je neef ben, uit Canada. Mevrouw Karstensalis, ze moet naar Dorrestein. Hey? Kom mevrouw Karstensalis, ze moet naar Dorrestein. Ja, ja, dat is goed. Ja. Hé, hey, wat is er met? Voel je je niet goed? Oh god, ik ben kotsmisselijk. Al een paar dagen. Oh, misschien een maagzweer. Ja, hij is met een dieet zo over. Moet je daar zoveel spugen? Spugen? Nee, geloof ik niet, nee. Ik heb altijd een ijzersterke maag gehad. Tony, hoe oud ben je eigenlijk? 46, hoezo? Het komt voor, weet je. Je leest de laatste tijd er veel over. Waar heb je het in hemelsnaam over? Zwanger, Tony, je bent zwanger. Zwanger? Ja. Laat me niet lachen. Dat kan toch helemaal geen meer wel. Regina, wat is er met je voor Tony aan de hand? Oh, ze is niet lekker, mevrouw Kruimel. Ja, wat dacht je hoe ik me voel? Maar dat kan niemand wat schelen. Ja, mevrouw Kruimel, hoe is het nou met u? Heel goed. En met meneer Ferdinand? Ook goed. Dank je, mijn kind. Dank je. Kijk, dat is nou wat ik bedoel, hè. Dat kleine beetje persoonlijke aandacht, hè. Dat is nou wat ik hier zo vreselijk mis. Wat een gesprek. Wat een breikrans.
Lijkt me een pension in Egmond aan Zee. Wat weet u nou van pensions in Egmond aan Zee, juffrouw? Wat praat u over? Waarom zou ik niks weten van pensions in Egmond aan Zee? Ik ben toevallig heel erg bekend in Egmond aan Zee. En in Egmond binnen ben ik ook bekend. Nou, dat is dan fijn voor u. Zeg, juffrouw, wat brengt u in deze gevangenis? Dat zou jij wel eens willen weten, hè? Nou, dan mag je dan lekker naar raden. Kijk hoe ver je komt. Jaantje, vraag het dan maar voor Vis. Want die weet toch alles. Hesmoor, doe nou. Mevrouw Carstens, ik begrijp dat u toch wilt getuigen. Ja. Ik ben nog eens bij mezelf te raden gegaan. En ik heb een en ander tegen elkaar afgewogen. Ik heb besloten om het toch maar te doen. U voelt zich sterk genoeg om die confrontatie aan te gaan? Want een confrontatie met alle emotionele gevolgen... En dat zal het zeker worden. Ja, ja zeker. Dapper, moet ik zeggen. Nou, ik zal iedereen op de hoogte brengen. En ik denk dat de heren opgelucht zullen reageren. Het is van groot belang dat u dit hebt besloten. Ja, ach, ik moet toch dat laatste deel van het leven wat mij nog rest een beetje behoorlijk invullen. Zoveel ben ik nu wel. Oh, pardon, stoor ik? Absoluut niet. Mevrouw Carstens? Dit is Adriaan Wagenaar, onze nieuwe bejegeningsambtenaar. Wagenaar, mevrouw Carstens. Bejegeningsambtenaar. Wat een jargon. Ja, vroeger hadden we het gewoon over de reclassering. Daar wist iedereen meteen waar je het over had. Ik laat Kuksel u weer naar de afdeling brengen. Zodra alles in orde is, hoort u van mij. Goed. Mevrouw Doornsteen, meneer Wagenaar. Tragisch, maar wel een vrouw met stijl. Is dat die vrouw met AIDS? Hey meid, gaat het weer een beetje? Gaat wel. Weet je wat je moet doen? Je moet even zo'n testje halen bij de drogist, dan weet je meteen. Ach, ga toch weg, Regina. Ik kan geen kinderen krijgen, anders had ik ze al lang gehad. Dat heeft die gynaecoloog al jaren geleden vastgesteld. Nou, je hoort de laatste tijd de meest vreemde dingen. Gebruik je de pil? Ik gebruik niks, helemaal niks. Dat is niet nodig. Nou, alles wijst erop. Waarom? Eraf als hij niet zwanger is. Waar zijn we nou verdomme mee bezig? Progressief, niks progressief. U sluit uw ogen voor de werkelijkheid, dat is het. Als we gaan schreeuwen, dan lijkt het me beter om dit gesprek te beëindigen. Spijt me. Het spijt me. Ik weet voldoende af van de ziekte AIDS om te kunnen voorspellen wat Jacqueline Carstens binnenkort zal moeten doormaken. Een buddy zal er goed doen, ook naar de anderen toe. Binnen. Mag ik even storen? Ik moet zo weer weg. Alles is goed met Maria Wezenbeek. We gaan gewoon door met het methadonprogramma, dat wou ik even zeggen. Jullie kennen elkaar al? Dokter Kahn, dit is Adriaan Wagenaar, onze nieuwe bejegeningsambtenaar. Aangenaam, ja, blij dat u er bent. Ja, we hadden het net over een buddy voor mevrouw Carstens. Ik ben er erg voor, maar mevrouw Dorrestein hier, die denkt dat ze een precedent schept. Nou, een buddy lijkt me vanzelfsprekend. Is op de mannenafdeling toch ook geaccepteerd? Mm. Nou, ik moet er weer eens vandoor. En mevrouw Dorrestein, wilt u de meisjes vragen of ze in het vervolg deze oude man zijn rust gunnen? Of ze zo vriendelijk willen zijn om alleen tijdens kantooruren onwel te worden? Nou, ik daar ben. Met Akkie Dorrestein? Ja, inspecteur, ik heb u net gebeld. Ik heb goed nieuws voor u. Mevrouw Carstens is bereid te getuigen. Ja, dat begrijp ik dat u blij bent. Morgen. Uitstekend. Ik hoor van u. Dag. Morgen is het zover. Nou, dan zal ze een buddy hard nodig hebben. Wat kunt u doordrammen, zeg? Heeft u al iemand op het oog? Ja, ja, een hele goede meid. Ida Muns. Die werkt bij de kinderbescherming. En de vrije tijd doet ze mee aan een aidspreventieprogramma voor de scholen. Hm. Nou, stel me dan maar aan ervoor. Okido. En nog bedankt. Oh ja, mocht ik daarboven eerder zijn dan u, dan zal ik een hele mooie plaats voor u reserveren. Hé, hey, wat heeft die gynaecoloog van jou dan precies gezegd? Waarom kan je geen kinderen krijgen? Ik heb een gekantelde baarmoeder. En hoef je niks te gebruiken, je kunt niet bevrucht worden. Nou, volgens mij is die gekantelde baarmoeder van jou behoorlijk rechtgeschoten door de behandelingen van Wiebe Oerleman. Hey, nee, ik neem hem wel.
Witte arbeid met Joom Schaap? Oh, nou, die zal blij zijn. Goed, ik breng haar. Het is bezoek voor Julia Klaus, de moeder. Oh. Hieltje, ja? Dat is bezoek voor je moeder. Nou, ik zat er al op te hopen. Tot straks, jongens. Ja, ja, ook graag staat netjes. Hè? Ja. Ik heb nog nooit iemand zo blij op de moeder zien reageren. Soda. De soda is op. Playrollen. De goedkope, niet die witte. En pindakaas. Een hagelslag. En wc-spray. Ja, die kerels druppelen altijd op de rand. Dat gaat stinken. Dus wc-spray. En Trip. Ja, Nel. Praat met Wimpy. Probeer het in ieder geval. Ja, Nel. Ja. En Trip, nog eens wat. Laat die fles eens een dagje staan. Ja, Nel. Dan moet je weg, Nel, want anders kom je te laat, Nel. Ja. Tot vanavond. Dag, Nel. Nel. Pama, ik wilde jullie wat vertellen. Ik ben niet zoals iedereen. Ma, meisjes, dat zie ik niet zitten. Pa, verdomme, hoe zeg je nou zoiets? Oh, weet je, Regina, ik vind het zo hartstikke fijn dat het allemaal weer goed gaat tussen mijn moeder en mij. Vroeger had ik niks aan haar, maar dat is allemaal veranderd. Ik kan het eigenlijk heel goed vinden met haar. En het is zo lekker om te weten dat er tenminste één persoon op de wereld is die van je houdt. Ja. Ik ben zo blij voor jullie dat jullie het weer goed gemaakt hebben. Want ik zou je zeggen, mijn vader en ik, hè, ik haatte die man. Tenminste, dat dacht ik. En toen is hij gestorven. Ik heb hem niet meer gezien of gesproken. En dat zit me eigenlijk nog steeds dwars, hè. Dat ik het nooit met hem heb kunnen uitpraten. Want nu ik ouder ben, begrijp ik wel wat de fout zat tussen ons. En het was helemaal niet alleen zijn schuld. Ja. Ja, het lijkt zo eenvoudig, hè, om te zeggen dat je van iemand houdt. Maar om het dan ook nog eens een keer op het goede moment je bek uit te krijgen. Ik denk dat iedereen daarmee zit. Ja. Hey, mam. Hallo. Oh. Nou, rustig maar. Ik ben zo blij dat je er bent. Ja, meneer Groenlo, dat is me nu wel duidelijk dat het geen kwestie van willen, maar moeten is. Maar als u nu eens eventjes naar mij wil luisteren... Momentje. Binnen. Officier van justitie aan de lijn. Ja, daar ben ik weer. Wat ik u probeer te zeggen is dat mevrouw Karstens vanmorgen geheel en al uit vrije wil zelf al besloten heeft te willen getuigen. Ja. Ja, en als u me nu eventjes wil excuseren, mevrouw Karstens komt net bij me binnen en ik zou graag nog eventjes de gang van zaken met haar door willen nemen. Fijn. We houden contact. Dag. Goed. Nog geen spijt van uw beslissing? Oh, nee, nee, dat niet. Ik moet u wel zeggen dat ik er erg tegenop zie om Carlos Emanuel weer te zien. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en dan is er nog iets. Ik weet niet, maar is het niet mogelijk dat dat proces niet in de rechtbank plaatsvindt? Ik bedoel, moet ik de gevangenis uit? Lijkt me riskant. U bent bang dat ze weer een aanslag op u zullen plegen, begrijp ik, ja. Maar het proces moet toch echt in het gerechtsgebouw plaatsvinden? Ik kan u wel namens de president van de rechtbank zeggen dat er speciaal voor u uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden genomen. Nee, moeten we hem ook vertrouwen dan? Maakt u zich geen zorgen. Er is de rechterlijke macht alles aan gelegen om die bende op te rollen. En met uw getuigenis is daar grote kans op. Ja, dat hoop ik. Ik kan ze alleen maar zeggen wat ik weet. Moet je ook doen. U moet gewoon de waarheid zeggen. Goed. Sterkte. Ik hou u op de hoogte en zodra ik meer weet, hoort u van mij. Ik wilde het jezelf komen vertellen. Ik ben verliefd. Ja, op wie? Je gelooft het nooit. Op een banketbakker. Een banketbakker? Ken ik hem? Ja! Hij zit bij ons op de hoek. Joritsma. Van de Rumtompoezen. Ja, van de Rumtompoezen.
Ja, nou, deze vrouw is een half jaar geleden de pijp uitgegaan. En dan stond u steeds zelf in de winkel met grote wallen onder zijn ogen. Die man werkte zich de blubber. Voor dag en dag bakken en dan ook nog zelf de winkel behartigen. Dat deed zijn vrouw vroeger, natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En hoe is dat toen verder gegaan met jullie? Hoe heb je... Nou, ik informeerde wel eens, belangstellend. Ik wist het van zijn vrouw. Ja, ik kom er al jaren niet bij. En toen vroeg hij me mee uit eten. En zo is het gekomen. Oh, wat heerlijk voor je. Ja, gek. Hé, hey, ga je nou bij hem wonen? Trek je bij hem in? Ja. Ja? Hij wil van alles met me. Ik ga hem helpen in de winkel. Ik kom weer onder de mensen en mijn leven heeft weer kleur gekregen. Ja. Wat heerlijk om te horen. Ja. Alleen, er is één maar. Nou, wat kan dat nou nog zijn? Ja, hij weet natuurlijk ook van jou. Hoe bedoel je? Ach ja, het is toch ook allemaal zo ontzettend breed uitgemeten in alle kranten? Ja. Maar dat heeft toch niks met jou te maken? Ja, ja, ja. Dat is nou net het punt. Daarom zit ik hier. Wat probeer je me duidelijk te maken? Och, schat, het ging dan net een beetje goed tussen ons. Ik voelde me weer helemaal met jou verbonden. Ja, dat voelde ik nou ook. Hè? Dat voelde ik ook. Ik had voor het eerst van mijn leven weer een beetje het gevoel dat ik een echte moeder had. Een gevoel van binding en een lekker gevoel en... Ja. Ja, maar je begrijpt, ik moet nu ook aan mezelf denken, hè. Ik ben ook de jongste niet meer. En, Jaap heeft gezegd... dat ik me niet meer met jou mag bezighouden en hij vindt dat niet zo'n goed idee. Eigenlijk wil hij helemaal niks met jou te maken hebben. En als ik toch naar je toe ga of je schrijf... Nou, dan gaat dat tussen ons niet door. Wat vertel je me nou? We beginnen nou net iets van een band te krijgen... en dan laat je me stikken voor een of andere koekenbakker? Ja, ja, het Wat ben je voor een mens? Ach, ik vind dat ook niet zo prettig, hoor, om je dat allemaal te komen vertellen. Maar ja, ik ben ook maar alleen, hè. En ik leef van een uitkering. En ik ben de jongste niet meer. En dan komt er zo'n kans. Ja. Er zit voor mij ook weinig anders op dan te kiezen voor Jaap. Regina zegt dat ze weggaat. Zeg dat ze op sodemietert. Ik kan het niet langer aanhoren. Het is beter dat u nu weggaat, mevrouw Klaus. U maakt uw dochter erg overstuur. Maar dat is absoluut mijn bedoeling niet. Ik kwam hier juist dan maar een beetje... Alsjeblieft, weg. Je verraadt me, weet je dat? Je laat me weer barsten voor iemand. Alweer. Zie je niet dat die man jou ook weer gaat gebruiken? Huh? Zie je niet dat hij jou gaat gebruiken in zijn winkel om zijn koekjes te verkopen? Zijn vrouw is toch dood? Heb je stront in je ogen? Alsjeblieft. Onderop. Ik hoef je nooit meer te zien. Ik had nog wel twee tempoezen voor je meegebracht. Stop ze maar in je eigen strot. Ik hoef ze niet. Kan je nou wat regelen? Ja, wacht even. Ik kom zo bij je, maar nou even niet. Oh, joh, alsjeblieft. Ik kan niet zonder. Ik weet het nu. Ik word gek zonder dood. Mens, rot een keer even om. Wat zijn we bezig? Wat is dit nou weer? Ah, hondensnikkel. Lekker. Meisje, luister hier. Zo'n beetje minder kan ook wel, hoor. Ik bedoel, het hoeft allemaal toch niet zo luid. Ja, smorrie toe nou. Je ziet toch dat het kind in de ellende zit. Ja. We zitten hier allemaal in de ellende, maar hoeven er geen kennis van te nemen via een versterker. Ach, ja, smorrie. Niet zo overdrijven. Kom maar. Ik breng je naar het veld, hè? Kan je rustig uithuilen. Sa, zij gaat nou de baas spelen. Hallo, smorrie. Je kan niet tegen erop, hè? Laat het maar gaan. Ik ben mijn moeder weer kwijt.
Huil dan toch maar. Laat het maar gaan. Niks vasthouden. Laat het uit te gaan. Oh nee. Je moet leeg zijn van binnen. Doe maar. Gooi het eruit. Doe maar. Nou ben ik helemaal alleen. Eigenlijk zijn alle mensen alleen. Alle mensen. Dat zou je moeten wennen, Julia. Pas als je weer helemaal op jezelf alleen maar vertrouwt, dan wordt het pas weer interessant. Hoe weet je dat? Heb ik zelf ervaren. Maar het geldt voor iedereen. Niemand ontkomt aan zichzelf. Hoeveel heb je? 2,5 meer. Ik zal zien wat ik voor je kan doen, hè? Snoes, ik moet wat hebben. Wanneer heb je wat? Luister eens, ik doe mijn best, maar ik moet eerst dat geld hebben, hè? Hé, hey, maak je geen zorgen. Hey, morgen heb ik wat voor je. Een wegenbeen als je niks hebt, hè. Dan krap ik dat mooie gezichtje van je helemaal open van onder tot boven. Oké. Ik zorg ervoor. Anders krijg je geld terug, hè? Doei. Wiebe. Hey, wat kom jij hier doen? Wiebe, ik... Wat kom jij hier zomaar binnen wandelen? Wiebe, ik heb de test gedaan. En hij is positief. Test? Waar heb je het in hemelsnaam over? Hoezo positief? Ik ben zwanger, Wiebe. Is niet ongelooflijk. Zwanger? En je hebt me altijd verteld dat je geen kinderen kon krijgen. Dat er iets was met je baarmoeder waardoor het niet kon. Ben je nou niet te oud voor? Maar, Wiebe, het is toch een wonder. Ja, maar wat was er dan mis met je baarmoeder? Ja, die was gekanteld, maar de ons is zeker weer rechtgeschoten. Ja, maar Tony, ik heb al 3 volwassen kinderen. Daar heb ik helemaal niet op gerekend. Sorry, hoor. Je bent wel aan het idee. Heus. Een kind houdt je jong. Je zult het zien. Jong? Ah, lieve schat. Ik voel me plotseling zo oud als Methusalem. Ach, lieverd. Dat kindje zal ons nog gelukkiger maken. Oh, je zult het heerlijk vinden. Tom. Ik moet weer naar huis. Ja, ik mag hier eigenlijk helemaal niet zijn. En ik wil even de dokter bellen voor een afspraak. Ja, Tom, dat... weet je... Vadertje. Maak je even de deur open, wil je? Ja, natuurlijk. Tot straks. Godverdomme. Hé, hey, Wiebe. Wat kwam Tony doen? Ik wou me net niet mee bemoeien. Maar ik had het idee dat ze vreselijk opgewonden was. Nou, niks, Sergio. Nou, niks. Kom zeg, doe niet zo raar. Als je vrouw hier plotseling midden op de dag komt binnenvallen en jij zit, als ze weer vertrokken is, te kijken of je huis is afgebrand, dan denk jij toch niet dat ik geloof dat er niks aan de hand is? Trouwens, ik heb het gevoel dat ik wel weet wat er aan de hand is. Tony is zwanger, hè? Hoe weet jij dat? Nou, omdat jouw vrouwtje vanochtend op de arbeid zeker 3 is weggehaald om te spugen, toen heb ik nog geroepen, meid, je bent zwanger. En ze lacht hem nog uit ook. Ik zeg, je moet zo'n testje gaan halen. Nou. Had ik gelijk of niet? Is toch vreselijk? Ik heb ergens al 3 volwassen kinderen lopen. Waar moet ik op mijn leeftijd nog met zo'n blerend schaap? Ja. Nou, ze kan het toch weg laten halen? Dat is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Nou, als dat zou kunnen.
Maar nee. Nee hoor, dat doet ze nooit. Jij kent Tony niet. En daarbij, het is voor haar haar eerste kind. Ja, ze is te oud. Ze is niet gezond. En dan is ze 70 als dat kind gaat studeren. Om van jou trouwens nog maar te zwijgen. Ja, natuurlijk. Wat moet zo'n kind met zo'n oude ouders? Hé, hey, Wiebe. Stort je hart maar bij mij uit. Als je behoefte hebt om hierover te praten, dan bel je me maar, hè? Goedemiddag. Dat jij je huis nog kon vinden. Hi, pa. Ik, Hoe was jij vroeger? Hoe was ik vroeger? Ja. Hoe was ik vroeger? Mag ik vragen naar de diepere bedoeling van deze vraag? Je bent bedronken? Hé. Jij gaat me hier niet een les lezen, hè? Net als je moeder en je broertje. Want ik heb het alweer gezien. Met jou valt gezinnig woord te wisselen. Mevrouw Karsens, mag ik u even storen? Ja, tuurlijk. Kom binnen. Ja, in de eerste plaats wou ik toch wel even kwijt dat ik het hartstikke dapper van u vind dat u gaat getuigen. Ja, nou, ik vind het maar dapper. Mijn situatie is hopeloos. Ik heb eigenlijk niks te verliezen. Ja, wat dat hopeloze betreft, ik wil u heel graag een voorstel doen. Een voorstel? Lang geleden dat iemand mij een voorstel heeft gedaan. Ik mag toch hopen dat het een beetje een schandelijk voorstel is? Nee, ik wil u voor... Ik heb een buddy voor u. Een buddy? Een buddy. Lieve God, dat is iemand die dag en nacht je handje gaat vasthouden. Ja, eigenlijk wel. Ja, niet letterlijk. Meer een overdrachtelijke zin, een vertrouwenspersoon, zo zou je het ook kunnen noemen. Ach, Wagenaar, hou toch op. Waar zie je me voor aan? We zitten hier niet bij de padvinderij. Een buddy. My buddy is over the ocean. Pff, laat me toch niet lachen. Mag ik het aanbod vriendelijk afslaan? Nou, heb ik het eindelijk door bij de leiding en dan reageert u zo. Ik dacht dat u... Ja, u dacht. U denkt voor mij. En dat is een denkfout. Denk is mijn werk, mevrouw Karstens. Meedenken, verbindingen zoeken. Het is erg nobel, maar laat mij er buiten. Nou, je moet het ook niet persoonlijk nemen. Het is gewoon het idee. Zo'n menselijk vangnet, het stoot me af. Nou, zullen we dan maar doen alsof u nee van net niet gehoord hebben. Hè? Dat u er nog een beetje over koud. Dat ik er een beetje op kou. Ik ben geen koe. Nou, goed, ik zal er een beetje op kouwen. Maar ik geef u weinig hoop dat ik de juiste richting uit kou. Ja, sorry, ik moet er nu vandoor. Ik wens u heel veel succes met het getuigen. Ja. O, Wagenaar. Ja? Die buddy, is dat een man? Nee, ik heb een vrouw bedoeld. Sterkte. Een vrouw. Geluid. Het werkt op mijn zenuwen. Nou, op die manier hou je tenminste nog een klein beetje contact met de buitenwereld. Kan je haken? Nee. Nooit gedaan ook. Ja, ik heb wel eens gehaakt. Voor mijn dochtertje. Ik wilde je niet pijn doen. Maar jij doet me ook geen pijn. Ik moet het maar gewoon voelen. Er zit toch niks anders op. Hup, dames. Genoeg geluid. Tijd voor de arbeid. Gelijksprekend op een oude schoolje van me. Was ook zo'n takkenwijf. Nou, kom op, jongens. Ha, die Wiebe.
Wat zit je nou te kniezen, man? Je hebt toch helemaal geen reden tot chagrijn? Ach. Jij poft toch maar. Je hebt een lekker huis dicht bij je werk. En een moordwijf dat dol op je is. Ja, ja. Nou, man, kijk, dan is het wat zonniger. Er zit mist in mijn kop. Geef je toch gewoon groot licht? Hier zul je spijt van krijgen. Dit zal je berouwen. Hoer, vuil, verraad. Emmanuels, bent u van plan zo door te gaan, of? Mevrouw Jacqueline Elisabeth Maria Carstens? Ja. U bent geen familie van de verdachte? Nee. Kent u deze verdachte? Jazeker. Hier zul je spijt van krijgen. Vuile hoer. Mag ik u verzoeken stil te zijn, meneer Emmanuels? Waarvan kent u deze verdachte? Ik heb gedurende een periode van 3 jaar... op zakelijk gebied zeer intensief samengewerkt met de heer Emmanuels. Leugend. Allemaal leugend. U weet dat ik u uit de rechtszaal kan laten verwijderen. Dit is mijn laatste waarschuwing. Herkent u deze documenten? Ja. Wat zijn dat voor documenten? Dit zijn koopovereenkomstcontracten van 3 onroerend goedtransacties, uitgevoerd in opdracht van Caribbean Investment BV. Dank u. Mevrouw Pietersen, wilt u de actes nog inzien? Wat wind je nou toch op, Carlos? We hebben gespeeld en we hebben verloren. Mevrouw Carstens, mag ik... En je kunt je de moeite besparen om huurmoordenaars op mijn dak te sturen, want ik ga al dood. Helemaal vanzelf. Het kan 1 jaar duren, het kan 2 jaar duren, maar langer niet. Maar er is 1 troost. Jij sterft ook. Mevrouw Carstens! Mag ik even? Ik heb aids. Van jou. Jij bent besmet met aids. Ik ga dood door jou! Hé, hey Kees. Moet je even hebben? Ja, wacht even. Even iets uitrekenen. Kees, ik wil even met je praten. Eén minuutje. Kees, luister. Ik ga. Ik spreek je nog wel. Waarom loopt die knul nou ineens weer weg? Wimpy, waarom spreken, zei hij? Laat hij weg nou ja. Is geen pijl op te trekken, hè? Nou, we moeten bijna gaan, Kees. Het zal wel hartstikke druk zijn. Ajax! Hahaha, voetballen. En niet voor de buis. Heerlijk. Weet je, Tony, ik wil toch even serieus met je praten. Wil je nog een stukje appeltaart? Ja, graag. Ze zeggen dat je voor 2 moet eten. Nou, eigenlijk staat eten me tegen. Maar ik heb ergens gelezen dat het na de 3e maand overgaat. En dat je dan juist geweldige trek krijgt. Tony, eigenlijk schikt het me niet zo om weer vader te worden. En die zwangerschapstest, is die wel betrouwbaar? Ik bedoel, weet je het wel zeker dat je zwanger bent? Want als je het bent, ben je het nog maar net. Ach, lieverd. Ik heb al een afspraak met de dokter. Nou, hij kijkt eerst. En dan vraag ik meteen een verwijsbriefje voor de gynaecoloog. Nou, dan weten we alles zeker. Maar die zwangerschapstest is prima. Daar werkt de dokter, geloof ik, zelf ook mee. En je denkt er niet over na om het bijvoorbeeld in verband met je leeftijd om het weg te laten halen? Weg te laten halen? Ja. Ben je helemaal belazerd? Jezus, Wieper, waar zie je me voor aan? Iets waar ik mijn hele leven te vergeven heb verlangd, wat ik niet voor mogelijk hield. Ik vind het een wonder. Je laat een wonder toch niet weghalen? Ja, maar je moet me niet verkeerd begrijpen. Ik denk aan jou. Aan ons. Onze toekomst. We zijn nog maar net getrouwd. We zijn nog maar net begonnen. Wiebe, dit is een bewijs van onze liefde. Dit kind wordt onze toekomst. Ik begrijp heus wel dat het voor jou anders ligt dan voor mij, maar... Het zal jou ook gelukkig maken. Ik weet het zeker. Thank you.
Wees nou eens reëel, Tom. Heus, ik wil jou je geluk niet afnemen, dat weet je best. Maar het is nu nog vroeg genoeg om het makkelijk weg te laten halen. Het is nog bijna niks. En zo terug. Je denkt toch niet dat ik dit zou willen missen? Nog één kans, nog één keer opnieuw beginnen. Die laatste volkomen nieuwe start. Er is ergens een toekomst, een leven te winnen. Al voel ik mij verlaten en verward. Nog één keer. Nog eenmaal die kans te krijgen, die ik aangrijp uit het diepste van mijn hart. Maar ik weet als geen ander.